Nieuwsradio. Spitsuur. Bij mij aan tafel staan drie lijsttrekkers, want we gaan debatteren. Overmorgen gaat Nederland naar de stembus. Nou, als je dat nog niet doorhad, dan weet ik het ook niet meer. Maar in ieder geval, wij hebben daarvoor drie gemeenten geadopteerd. Thomas, ja. Jij kan er nog wel even wat meer over vertellen. Rotterdam, Apeldoorn en Schagen, dat zijn de drie gemeenten die we hebben geadopteerd. Onze verslaggever Harmen van der Veen is daar ook geweest. We hebben een paar thema's ook eruit gelicht. Dat staat ook centraal in dit debat. De woningmarkt, duurzaamheid en veiligheid. We hebben reportages gehad, hè, bijvoorbeeld over de hoge huizenprijzen in het centrum van Rotterdam. We hebben gehoord hoe Schagen gebruik maakt van groene energie. En we hebben gehoord hoe de gemeente Apeldoorn al 20 jaar bezig is met het opruimen van oude explosieven. Ja, nou, zo zijn er allerlei thema's die overal spelen. En in het debat proberen we het van drie gemeenten een beetje samen te brengen in één debat. Ja, en even kijken, hoe spelen al die thema's bij jullie? En misschien gaan jullie niet echt in het debat, maar dan kunnen jullie wel aangeven hoe het allemaal vergaat bij jullie in de gemeente. In de studio is Wim Willems, hij is lijsttrekker van lokaal Apeldoorn. Uit Schagen, Jonne van der Beek, hij is van de VVD Schagen. En Leo de Klein, lijsttrekker van de SP in Rotterdam. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, laten we maar beginnen bij de woningmarkt, hè, want dat is een hele grote landelijke discussie. Het is een probleem dat overal speelt. De prijzen rijzen de pan uit. Moeten woningen bij? Want er is een grote behoefte aan. Ja, wat voor woningen hebben we het dan over? En wie moet dat gaan regelen natuurlijk? Even om een idee te krijgen hoe hoog de nood is in jullie gemeente. Meneer Van der Beek, VVD Schagen. Als ik als gezin met twee kinderen op zoek ga naar een huis, hoeveel moet ik op zak hebben? Minstens 240.000 euro. Dat is toch een beetje de gemiddelde huizenprijs die je daarvoor moet betalen. En 10 jaar geleden was dat Een stuk minder. Ja. Ja. Is de nood hoog bij jullie? De nood is ontzettend hoog. We hebben in Schagen toevallig net een inschrijving gehad. En dan staan de rijen van het gemeentehuis helemaal tot aan het regiuscollege. Dus voor de mensen die dan Schagen kennen, dat is een enorme rij. En iedereen wil graag een huis bouwen en wil daarvoor ook grond kopen. Maar ja, de provincie houdt dat bij ons tegen. Die hebben allemaal rode lijntjes om onze kernen en onze stad heen getrokken. En wij mogen niet bouwen in het buitengebied, okay. Dus we mogen geen dorpen verbouwen. Ik hoor al een punt voor de verkiezingen. Even, meneer Willems, u bent lijsttrekker van lokaal Apeldoorn. Hoe is dat bij jullie daar? Ja, ook bij ons is er zeer zeker behoefte aan woningbouw, zeker ook voor gezinnen. Afhankelijk van natuurlijk budgetten praten we over woningen van boven de 250.000 tot 350.000 euro. Maar we zien vooral, om ook dat in de discussie mee te nemen, de beperking die ons wordt opgelegd door de provincie. We hebben vorige week toevallig net te horen gekregen dat we 900 woningen in ons quota toe mogen voegen om te gaan bouwen. En daar is echt behoefte aan. En wat ons betreft mag dat nog wel meer. En meneer De Klein, SP Rotterdam. Afgelopen week hoorden we een makelaar bij jullie in de stad. En het kwam er eigenlijk op neer, no offense trouwens, maar Rotterdam is het nieuwe Amsterdam. Qua huizenprijzen natuurlijk. Hè? Ja, dat is nog niet, maar de stad groeit. En er staat steeds meer druk op de woningmarkt. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan van wat je zoekt en wie je bent. En als je echt dat gaat downdrillen, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen dat je op het moment dat je een huis zoekt en het wil huren in de sociale huur, dat je dan in Rotterdam steeds langer moet wachten, 5 tot 6 jaar. Oh, dat zijn echt Amsterdamse tijden. Ja, nou ja, goed. Volgens mij is in Amsterdam zelfs nog wel meer dan 10 jaar... als je echt gewoon wil wachten op een gewilde woning. En het komt ook steeds vaker voor dat mensen naar uit moeten wijken die een woning willen kopen, betaalbaar, naar Schiedam of naar Capelle, dus zeg maar in een van de omliggende gemeenten. En wat is dan wat jullie betreft de oplossing voor die woningnood? Nou, dat moet eigenlijk. In de afgelopen jaren is er veel te weinig gebouwd in Rotterdam. Volgens CBS-cijfers. Oh, ik dacht dat er juist te veel werd gebouwd. Nee, er is echt heel erg weinig gebouwd sinds dat de crisis is ingetreden in zeg maar na 2008. Als je het netto gaat bekijken, dan zijn er volgens de CBS-cijfers zijn 0 woningen bijgekomen sinds 2010. En dat is wel heel erg weinig. Want er is eigenlijk net zoveel gesloopt en afgebroken dan dat er bijgebouwd is. Terwijl de stad groeit. En je zou kunnen zeggen van je hebt zeker 3.000 tot 4.000 woningen per jaar nieuw erbij nodig. En dus wat jullie zeggen bijbouwen? Je moet op de eerste plaats bijbouwen, dat is één. De tweede plaats is waar de grote behoefte aan is, is alles wat te maken heeft met woningen voor middeninkomens. Dus middenhuur, dat geldt volgens mij ook in Amsterdam. Waar iedereen het over eens is. En de derde is ja, er komt ook steeds meer druk op de sociale woningbouw te staan. Wim Willems, lijsttrekker voor de VVD in Schagen. Wat is jullie oplossing? Want ik hoorde al even, ja, de provincie gooit hier ook roet in het eten. Want we willen wel, maar het kan eigenlijk niet. Ja, wat er bij ons vooral speelt is lokale partijen die willen allemaal wel bouwen buiten bebouwd gebied. Onze landelijke partners die willen ook graag bouwen buiten bebouwd gebied. Alleen in de provincie zit mevrouw Joke Geldof, die gaat over de rode lijntjes. En die houdt dat echt aan alle kanten tegen. En waarom dan?
omdat het misschien te groen buiten de rode lijntjes? Nou ja, je zou bijna verwachten dat het... Het zijn de stadse fratsen eigenlijk van een D66-gedeputeerde. En wacht even, de D66-gedeputeerde is hier niet, dus die kunnen we... Dus een beetje flauw om haar dan af te vallen als ze geen weerwoord kan geven. Maar u zegt, eigenlijk moeten die rode lijnen die moeten groter worden. De Schagen moet eigenlijk groter worden als het gaat over woning. Nou, het gaat niet alleen om Schagen zelf. We hebben natuurlijk een hoop kernen rondom Schagen. We liggen de bouwpannen voor klaar. Alleen omdat er een dorpsgrens ligt, mogen we daar nu niet bouwen. Kunt u daar dan wel iets aan doen als lokale partij? Ja, absoluut. Want wij zitten natuurlijk ook in de provincie en we zijn landelijk aan het roer. Dus we moeten op die manier met onze partners in de raad blijven duwen naar de wethouder. Meneer Willems? Ja, dat is wel een beetje wat er, lokaal Apeldoorn. Dat is wel een beetje wat er ook in Apeldoorn speelt. We zien de contouren van de snelweg waarop een aantal partijen zeggen, daar willen we overheen. Wij zeggen juist, we willen inbreiden. We hebben nog voldoende plek. Inbreiden, wat is dat? Inbreiden, mooi woord. Dat is dat we binnen de contouren van de snelweg nog voldoende ruimte hebben om te gaan bouwen. In de hoogte? Of... Het kan in de hoogte, maar dat hoeft niet. Apeldoorn heeft een redelijk groot oppervlak qua grond, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus we hebben mogelijkheden voldoende. Maar we zien juist dat ten tijde van de crisis de gemeente of de provincie aan de rem trok en zei, nu stoppen met bouwen. En nu moeten we inhalen. En dat is eigenlijk wat mijn buurman uit Rotterdam ook zegt. Door de crisis zijn we allemaal maar snel stil gaan zitten. We zien dat aannemers niks meer te doen hadden. En nu kunnen we geen metselaar meer krijgen om een woning te bouwen. En daar zit denk ik de grootste nood op dit moment, om te zorgen dat we zometeen woningbouw in Apeldoorn krijgen. En wat is dan uw oplossing? Nou, volgens mij hebben we net de handreiking gekregen van de provincie om 900 woningen te bouwen. Maar volgens mij moeten we heel snel het onderwijsveld aanspreken om te zorgen dat we weer goede vakmensen krijgen om ook werk te kunnen gaan bouwen. Want mensen zijn gewoon niet te vinden om dit moment huizen te bouwen. En hoe gaat u dat als partij voor elkaar krijgen? Nou ja, wij gaan niet zozeer over het onderwijs, qua inhoud van het programma. Nee, maar daarom, wat kunt u als partij dan tekenen in de raad? Als u daar doen richting de Apeldoornse scholen, de ROC's, om te zeggen, jongens, lever alsjeblieft vakmensen af om ook deze pijn te ledigen. Meneer de Klein, SP Rotterdam, hoort u hier ideeën waarvan u denkt, hey, daar had ik eigenlijk als Rotterdammer nog niet bij stilgestaan, maar dat kan eigenlijk ook. Nou, ik denk dat de situatie in Rotterdam wel heel erg anders is. Want wat ik net zei, van, er zijn eigenlijk netto nul woningen bijgekomen in Rotterdam. Dat heeft gewoon ook met het beleid te maken. Want wij hebben een stadsbestuur gehad onder leiding van Leefbaar Rotterdam, die eigenlijk twee dingen heeft gedaan, namelijk heel veel gesloopt en relatief weinig bijgebouwd. En dat heeft ook met bevolkingspolitiek te maken. De inzet van het afgelopen college, wat nu dan vervangen gaat worden als het goed is, is gewoon heel simpelweg geweest van, er moeten minder mensen met een laag inkomen in de stad komen en meer mensen met een midden- en hoger inkomen. En dat betekent dat er gewoon een slot is gezet op het bijbouwen van goedkope woningen. De Rotterdamse bevolking is ook wel een beetje of in de hogere regionen van de welvaart of heel veel in de lage regionen. Dus heeft Rotterdam niet ook een beetje meer behoefte aan die middeninkomens? Ja, ik weet niet of jij wel eens de afgelopen jaren in Rotterdam bent geweest. Ja, ik kom er regelmatig zelfs. Ja, mijn ouders wonen er. Ja. Dan zie je dat de stad boomt en dat er ook enorm veel verhipping, noem ik het dan maar even, is. Dus allerlei mensen die er rond. Het is ook heel prima. Het enige is, die stad groeit en al die mensen met een laag inkomen, en dan heb je het dus niet over mensen die in de bijstand zitten, maar je hebt het over mensen die zeg maar een bruto inkomen hebben van tot 35.000 euro. Dus dan heb je het ook over de verpleegkundigen en de politieagent enzovoort. Die hebben steeds minder, nog zeker als het gaat om om Rotterdam binnen de ring, een plek daarin. En dat is echt heel erg verschrikkelijk. Ja, en als ze dan een plek krijgen, kunnen ze dan met hun auto de binnenstad in. Want moeten die gemeden worden? En in Apeldoorn zijn ze er al mee bezig. Politiedrones, hoor je meer over in het tweede deel van ons gemeenteraadsdebat. Tot zo. Voor inhuur van de beste IT-support en beheerprofessionals moet u bij Linden IT zijn. We bieden een uitstekende prijs-prestatieverhouding en een optie tot overname. Bel voor een afspraak met één van onze accountmanagers. Linden IT. We know your game. Overhemden bestel je op hemdvoorhem.nl. Solar Energy Works, dat is onze missie. De energietransitie, daar zitten we middenin. De doelstellingen zijn fors. Solar Energy Works verbindt met haar partners en is leidend in de ontwikkeling van grootschalige zonneparken. Solar Energy Works, de specialist met uitgebreide ervaring en kennis. We make solar energy work. Heren ondergoed, bestel je op hemdvoorhem.nl. Office 365, een maand gratis. Yourhosting.nl/zakelijk.
in de Friday Move heb ik de leukste gasten. Nou, ik ben de Enzo Knol voor de teleurgestelde, kale, dikkende veertiger. Ja. Politieke gasten. Dat is een beetje dat is van dat volgekookte oppositiepolitiek. Interessante gasten. Je zet lekkere muziek op. Je hebt lekker, dus je oren worden verwend. De Friday Move. Genieten van bubbels, bites en boeiende gesprekken. Ik zeg super. Iedere vrijdagmiddag om 4 uur. TUI is trotse sponsor van BNR The Friday Move. Elke vrijdag om 4 uur. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Droomt u al jaren van een Rolex, Breitling, Omega of Cartier-horloge? Spiegelgracht Juweliers biedt betaalbare occasion-horloges van de beroemdste merken met 18 maanden garantie. Kom langs aan de Spiegelgracht 12 in Amsterdam of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Met Pasen is het bij Aldi feest voor iedereen. Voor brunchliefhebbers, topkoks en voor iedereen die van lekker borrelen en snoepen houdt. Bijvoorbeeld Hollandse garnalen, 100 gram, 3,99. Sappige Beterleven beenham, 600 gram voor maar 3,60. En vistapas, 80 gram, 1,99. Aldi heeft alles in huis voor een feestelijk Pasen. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Over voordeel gesproken, Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot kampioen in goedkoopste huismerken. In onze dagelijkse podcast Newsroom. Iedereen krijgt lastenverlichting, behalve het MKB. Dat schrijven ze in een brandbrief aan de minister. Waarom komen ze nu met die brief? En wat hopen ze ermee te bereiken? En 20 miljoen euro per jaar om internetverkeer af te tappen en telefoons af te luisteren? Dat is veel te weinig, zeggen deskundigen. Is daar wel goed over nagedacht? En iedereen die ertoe doet in de financiële wereld is op de G20-top in Buenos Aires. Ook onze eigen minister van Financiën. Wat kan hij daar betekenen? Je hoort het in Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Luister via bnr.nl of via de app. BNR Verkeer. Helene, wat is er bij Helmond gebeurd? Ja, daar is een heel ernstig ongeluk gebeurd met een bestelbusje en een vrachtwagen. Die zijn frontaal op elkaar gereden op de N72. Oh, ja. Ja, en daar zijn ook een paar doden bij gevallen. Dus het is echt een heel ernstig ongeluk. De weg is voorlopig dus dicht tussen Deurne en Helmond. Gaat waarschijnlijk heel lang duren. Verder ook veel vertraging sowieso in het zuiden vanmiddag. Op de N2 ook, van Eindhoven naar Maastricht bij Leenderheide. 20 minuten vertraging. Door die afsluiting op de N72 is het ook extra druk op de N279 van Roermond naar Den Bosch bij Helmond. Daar heb je ook een kwartier vertraging ongeveer. Verder de meeste vertraging bij Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Daar is ook een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. Geflitst wordt er ook nog. Op de A27 staan ze tussen Utrecht en Almere bij 90,0. Ja, voor de reclame spraken we over woningen hier in Spitsuur. We gaan verder met het debat met de lijsttrekkers die we hier in de studio hebben staan uit de drie gemeentes die we hebben geadopteerd. Jonne van der Beek is van de VVD in Schagen. Leo de Klein is van de SP in Rotterdam. En Wim Willems is van lokaal Apeldoorn. En auto's, dat is ook een thema. Wat je hebt gezien de afgelopen jaren is dat steeds meer steden zich zijn gaan bemoeien met de autopolitiek in de binnenstad. Er rijden ook meer dan 8 miljoen auto's in Nederland. En in die steden wordt dus nu ook volop gediscussieerd of ze allemaal wel welkom zijn in het centrum. Vooral de oudere vieze diesels, die mogen niet overal meer in. Hoe is dat nu in Rotterdam, Leo de Klein van SP? In Rotterdam is in de afgelopen jaren is er een milieuzone ingevoerd. Dus dat betekent dat er vier verschillende categorieën, dus bijvoorbeeld die oude diesels, dat die niet meer in de stad mogen komen. Dus daar zijn die worden gescand en dan als je toch de stad in komt met zo'n auto, dan krijg je een boete. Hoe staat dat de SP is volgens mij hetzelfde als in Utrecht. Ja, wij waren daarvoor. Ik heb daar wel één opmerking bij. En dat is ook een discussie die volgens mij op dit moment in de Tweede Kamer gevoerd wordt. Want wat je nu ziet is dat in allerlei verschillende steden waar zo'n milieuzone is, dat er weer andere criteria gaan gelden. Dus dan weten ook automobilisten zelf niet meer waar ze nou precies aan toe zijn. Ah, ja. Waar ze wel en niet met hun auto in kunnen. En ik zou er heel erg voor willen pleiten om dat gelijk te trekken. Om één wet te maken waar steden gebruik van kunnen maken en waar ook gelijke criteria zijn. Jonne van der Beek van de VVD in Schagen. Mag iedereen
Bij ons is gewoon altijd iedereen welkom. En we hebben wat voor diesel je ook hebt. Wat voor diesel je ook hebt, of je nou op de auto of met de fiets komt. Het is voor ons heel belangrijk. We hebben een centrumfunctie als stad Schagen en een toeristische functie met het strand. En we hebben er als VVD ook echt alles aan gedaan om bijvoorbeeld betaald parkeren uit onze gemeente te bannen. Dus hoe meer auto's in de binnenstad van Schagen, hoe beter? Nou, we hebben wel getracht. We hebben de markt in Schagen hebben autoluw gemaakt. En dat is wat ons betreft ook gewoon voldoende. En de hoeveelheid auto's die er nu in het centrum zijn, zijn niet storend. Ja. En toch is er vorige keer is die uitspraak geweest van in de zaak Milieudefensie versus de staat. Hè. Er moet iets gebeuren aan luchtkwaliteit. Nou, dat gaat dan over het Rijk. Maar moet u als gemeente dan ook niet zorgen dat er iets minder vieze lucht is in Schagen? Nou ja, bij ons waait het altijd keihard voor iedereen die de kustregio kent. Dus met die vieze lucht valt het bij ons volgens nog wel aardig mee. Waait lekker naar een andere gemeente. Dus, zo makkelijk kan het toch niet zijn? Nou ja, zo makkelijk is het natuurlijk wel. Als je in de stad zit, daar blijft de lucht vooral hangen. En de mensen die naast een snelweg wonen, ja, dat zag je wel. Rotterdam als voorbeeld, de witte lakens die werden helemaal zwart als ze buiten lieten hangen. Maar volgens mij is dat denk ik ook wel een hele mooie discussie. Uiteindelijk zien we Apeldoorn, ja. Dat zien we ook in Apeldoorn wel gebeuren. De discussie van moeten we dat ook doen? Nou, ik denk dat mijn buurman vanuit Rotterdam ook zegt, we moeten eigenlijk kijken dat we dat landelijk oplossen. Elke gemeente zijn eigen beleid maakt het er niet duidelijk op. En we zijn er eigenlijk heel duidelijk in. Je moet dat niet doen. 10% schonere lucht in Apeldoorn in het centrum kan je realiseren als je al het autoverkeer weghaalt. Dus als ik een paar diesels weghaal, dan is dat leuk, maar haal ik het resultaat niet mee. En heel rot om hier te zeggen, de schone lucht die wij graag willen, komt niet uit Rotterdam en uit Schagen. Juist de vieze lucht komt vanuit die regio naar onze kant op waaien. En willen we echt wat doen, moeten toch de grote vervuilers aan gaan pakken om in ieder geval in Apeldoorn schone lucht te krijgen. Maar wat vindt u van wat meneer Van den Beek hier zegt? Ja, die vieze lucht die waait gewoon weg. Ja, en die waait misschien wel uw kant op. Naar ons toe, maar dat is ook denk ik als zodanig bewezen. En we zien ook dat we dus in Apeldoorn wel wat kunnen bijdragen aan een schonere lucht. En dat moeten we ook zeer zeker doen. Pak stadsbussen, maak die elektrisch. Zorg dat je dat soort dingen gaat realiseren. Maar vooral landelijk, zoals mijn buurman uit Rotterdam het zegt. Meneer Van den Beek? Nou ja, wat mijn collega ook zegt. Als je iets lokaal probeert aan te pakken, gaat dat sowieso niet werken. Een landelijk beleid kan erin bijdragen. Maar voor ons als VVD zijn we nog steeds echt op het standpunt dat iedereen gewoon met zijn auto, vooral voor zo'n grote gemeente als Schagen, die auto heb je ook echt nodig. We zien grote partners Connection die lijnen aan het schrappen is. Er zijn een hoop mensen die gewoon echt afhankelijk zijn van anders die auto. Komen ze niet van anders komen ze niet van A naar B. Ja, kijk, bedoel, wat ik zei over het feit dat er eigenlijk landelijke wetgeving moet komen, dat vind ik. Maar aan de andere kant ben ik er ook erg voor. Want dat kon ook niet anders, hè, dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam zelf daar ook maatregelen over neemt. Want je kunt je gewoon niet veroorloven om alle maatregelen die ook maar enigszins effectief zijn om een betere luchtkwaliteit te krijgen in de stad als Rotterdam, om die niet te nemen. We zitten in een situatie waarin ons GGD uitgerekend heeft dat in de meeste wijken in Rotterdam de levensverwachting gewoon 3 tot 4 jaar minder is. Door de inademing van fijnstof en ultrafijnstof. De roggelroute. Precies. Dus het roet dan dat je dat bijvoorbeeld in het platteland hebt. Dat is natuurlijk wel heel erg. Hè? Dat je gewoon doodgaat aan vieze lucht. Dus dan moet je wel wat doen. En ik denk dat het ook heel terecht is. Maar het is niet zo dat alleen met een milieuzone je dat kunt oplossen. Nee. Er zijn meer maatregelen nodig. En een van de maatregelen die je echt nodig hebt is gewoon minder auto's in de stad. Veel minder auto's in de stad. Dan heb ik toch wel een hele kleine aanvullende vraag. Want uiteindelijk denk ik dat de meeste milieuvervuiling, en zeker in Rotterdam, niet vanuit het centrum komt, maar vanuit de omgeving. En nee, is het dan echt bijgebouwd om alleen dat centrum op te pakken? Nee, dat is niet waar. Kijk, waar je gelijk in hebt, is dat er natuurlijk in het hele haven- en industriegebied in Rotterdam, daar wordt zoveel roet uitgestoten, dat wil je bijna niet weten. Maar het probleem is dat fijnstof en ultrafijnstof is een plaatselijk probleem. Het wordt plaatselijk uitgestoten. Dus datgene wat er uit de haven komt, dat slaat voor het grootste gedeelte ook in de haven neer. Het fijnstof en het ultrafijnstof wat in Rotterdam in de stad neerslaat, wat mensen inademen, komt voor het grootste gedeelte, het absoluut grootste gedeelte, gewoon door het verkeer. Dus door de auto. En zou u dan, kijk even naar de VVD Schagen, zou u het prettig vinden, want de SP zegt in Rotterdam eigenlijk, ja, je moet dit landelijk ook regelen. Dus zeggen jullie dan, ja, nou, wat ik zeg, prima dat de SP dat vindt, maar mooi landelijk gaan we dat niet regelen. Als je dit wil regelen, moet je het sowieso landelijk doen. Als je dat überhaupt zou willen. Dat heeft de VVD tegengehouden, dat weet je. Want op het moment dat Utrecht en Rotterdam, nou ja, van ons hoeft het niet geregeld te worden. Nee, precies. Dus kijk, dat is een beetje je kop in het zand steken. Of in het fijnstof steken, zou ik willen zeggen. Wat eigenlijk heel raar is. Want aan de ene kant wordt het ook door de VVD geroepen van, ja, je moet niet iedereen allemaal je eigen maatregelen nemen. Aan de andere kant wordt het gewoon tegengehouden om überhaupt ook een landelijke regeling te krijgen. Meneer Van den Beek?
Ja, dat komt omdat wij nog steeds een partij van de mobiliteit zijn. Van de auto? En die, ja, niet absoluut. Van de mobiliteit, van de auto. Absoluut. Dat is iets anders. En daarom zullen wij ook niet voor zijn om dit op een landelijke manier zo te doen. Hoe meer asfalt en meer fijnstof, hoe beter voor de VVD. Nou, hoe beter voor Nederland. Ik verbaas me wel wat u zegt, want u zegt net, dit moet landelijk geregeld worden. En nu hoor ik u nog geen 30 seconden geleden zeggen van, als u dat hier we niet regelen. Zou willen doen. Even meneer Van der Beek. Als u hier wat aan zou willen doen, dan zult u dat echt landelijk moeten regelen. Maar voor ons is dat niet nodig. Nee, u wilt het landelijk regelen, maar dan zegt u eigenlijk van, nou, wij willen landelijk gewoon niks regelen. Nee, ik zeg dat als u dat als Rotterdam in uw eentje regelt, dat geen goede oplossing is. Ja, maar is. We hebben niet een andere keuze. Op het moment dat de VVD, die al jarenlang in de regering zit, het weigert om daar landelijke regelgeving voor te maken, dan moet je wel als Utrecht of als Rotterdam of misschien wel als Apeldoorn, zou je zelf daar maatregelen voor moeten nemen. Want ik vind ook dat dat landelijk moet gebeuren en dat er uniforme regelgeving moet komen, maar dat is tot nu toe door de VVD geweigerd. Precies waarom u zegt, namelijk de VVD wil het niet. Laatste woord voor meneer Van den Beek van de VVD. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, dan zie je meteen de invloed van de lokale partijen ook op de politiek. Het is niet alleen de VVD landelijk die dat niet wil. Ook haar leden willen dit gewoon niet. Nou, gefeliciteerd. Nou goed, dan kunnen we mooi naar het volgende onderwerp. Dit is bij deze afgerond. Felicitaties van de SP voor de VVD. We gaan naar een ander favoriet verkiezingsonderwerp. En dat is veiligheid. Dan kunnen we het hebben over meer blauw op straat. Maar in Apeldoorn gaat het dan over meer blauw in de lucht. Want sinds eind vorig jaar gebruikt de politie in Oost-Nederland als eerste eenheid drones bij grote verkeersongelukken. En die vliegen dus rond in onder andere Apeldoorn, meneer Willems. Dat klopt. De politieregio in Apeldoorn doet daar mee aan de pilot. Het grote voordeel daarvan is dat we twee helikopters hebben. Althans, twee plaatsen waar helikopters staan van de politie. Ongeveer bij mijn buurman Schiphol en mijn andere buurman in Rotterdam. En als er in Apeldoorn inzet nodig is vanuit de lucht, dan duurt dat minimaal een half uur. Dus juist op dat soort punten zien we gewoon dat eigenlijk zo'n eenheid heel snel kan schakelen door een drone te hebben. Maar ook een activiteit als Serious Request, waarbij je gewoon bezoekersstromen kan bekijken vanuit de lucht. Festival, is dat gewoon, denk ik, een heel mooi middel. Maar het is ook een beetje een verwijt naar Rotterdam, want die slurpen al die helikopters op die jullie eigenlijk nodig hebben en daarom moeten jullie op drones overgaan. Nee, dat niet? Hoort ik niet zeggen. Maar ze zijn nu gestationeerd daar en volgens mij kan je hiermee zeker het achterland, om het zo maar te noemen, faciliteren. Drones voor de veiligheid in Rotterdam. Een stad met ook heel veel festivals natuurlijk. Ja, is dat zeker, een idee? Zeker. Het stikt van de festivals. Maar ik bedoel, kijk, we hebben nationale politie, dus het komt echt niet door de stad Rotterdam dat er ergens anders geen helikopters zijn of zo. Maar vindt u het een goed idee om drones meer in te zetten voor de veiligheid? Ik zie wat. Ik vind het goed dat er een pilot gedaan wordt. Waar ik wel vraagtekens over heb, is ook de privacy. Want op het moment dat die drones echt heel laag vliegen, dan kun je gewoon ook allerlei mensen opnemen en bekijken die eigenlijk gewoon, snap je, die niks gedaan hebben of waar geen enkele verdenking tegen bestaat. Dus daar heb ik vragen over. Dus ik op het moment dat ze echt extensief, intensief met drones gaan vliegen boven de stad, zou ik daar wel echt een toets op willen hebben van alles wat te maken heeft met privacy-waakhonden. Ja, mag ik daar misschien dan op inhaken? Want op dit moment, de pilot die ook gedaan wordt, we hebben in Nederland hele goede regels. Ook degene die de drone bedient moet zich houden aan de regels die we daarvoor hebben afgesteld. Zeker. Tenzij een gemeente of een burgemeester of de politie zelf daar aangeeft van doet van joh, we moeten hier uitzondering maken, we moeten toch over stedelijk gebied gaan vliegen. Ja. Het gaat ook niet zozeer om het volgen van personen, maar het gaat inderdaad om die calamiteiten of grote evenementen waarbij deze inzet van belang is. Jullie zijn er ook wel voor. Is het in Schagen ook een oplossing? Nou, in Schagen zien we eerlijk gezegd meer in vaste camera's in het echte uitgaanscentrum. Maar ik kan me naar de toekomst, misschien de techniek nog niet helemaal de juiste voor op dit moment. Maar we hebben natuurlijk een heel groot gebied. En als we dan zien dat er een auto uit Alkmaar of uit Horen moet komen, als er iets in dat buitengebied gebeurt, er worden wietplantages gedumpt, allemaal van dat soort dingen, dan kun je met een drone daar makkelijker op inspelen. Ja. Kijk, in het algemeen, ik weet natuurlijk niet hoe dat in Schagen is, maar in het algemeen ben ik er meer voor, niet zozeer voor camera's of voor allerlei andere technische middelen, maar gewoon voor politie op straat. Want dat werkt ook het beste. Gewoon wijkagenten enzovoort. Maar daar hebben we het eigenlijk niet over. Nee, maar volgens mij is dat bij iedereen. Volgens mij is dat bij iedereen blauw op straat. Maar juist een extra tool die je kan gebruiken om te zorgen dat je de veiligheid van onze inwoners kan garanderen. Die op een goede, veilige manier wordt ingezet. En dan hoor ik ook iedereen zeggen. En op een goede privacy beschermde manier. En dan denk ik van, dan is dit
een hele mooie pilot. En ik ben zeer zeker benieuwd naar de uitkomsten ervan. Nee, dat ben ik we zijn benieuwd, bijna aan het einde gekomen van dit debat. Even jullie laatste campagnedag morgen. Wat staat er allemaal op het programma, meneer Willems, van wij lokaal gaan, Apeldoorn? We gaan nog flyeren, we gaan mensen nog spreken. Nog heel veel mailtjes beantwoorden. En op naar 21 maart. En meneer Van der Beek van de VVD Schagen. Hoe ziet u, wat gaat u als eerste doen morgenochtend als u wakker wordt? Tanden poetsen. En daarna ga ik... daarna gaan wij erop uit. We gaan weer bij de mensen langs. We hebben deze campagne echt zwaar ingezet op het ook aanbellen bij mensen, in gesprek gaan. Daar komt toch een hoop direct bij de bevolking naar boven. En ja. Leo de Klein die gaat zo meteen struikelend over de rolkoffers weer terug naar Rotterdam. En dan, staat er vanavond nog op het programma? Morgen vroeg om 6:30 dan staan we bij verschillende stations in Rotterdam. Dan staan we 's middags op de markt. En 's avonds heb ik nog een debat. En dit is niet de laatste campagne dag, want ook woensdag gaan we nog door. Vergt ook wat van de conditie. Succes nog allemaal en dank jullie wel voor dit debat. Dank u.